De is Trangatori, welkom erbij. In deze aflevering zullen we het hebben over de nieuwe loopbrug over het Montezuma-kanaal. Staatsolie heeft de nieuwe voetgangersbrug over het Montezuma-kanaal vrijdag in gebruik genomen. De oude brug verkeerde in een slechte staat. Dit project heeft ruim 3 miljoen SRD gekost. Staatsolie-directeur Anand gaf aan dat het belangrijk is om de buurtbewoners te helpen met hun noden. We zullen hierover praten met het schoolhoofd van OS Flora 1, mevrouw Agnes baldewijn Gran. Mevrouw Baldwin, welkom in het programma. Oh, Dank u wel. Ja, bent u op de hoogte van deze nieuwe loopbrug? Uh, ik hoorde het uh, twee dagen terug dat er een, een nieuwe loopbrug daar aan die kant is gebouwd. Dus vandaar. Hoe erg was de situatie voorheen? Heel erg, denk ik hoor, want uh, de kinderen staken over met een boot. En dan uh, zo liepen ze dan naar school. En uh, wat betekent dit volgens u voor de buurt? Nou, heel goed. Het is veilig. Voor de leerlingen is het dan zo veilig dan om met een, een boot over te steken. En um, het, um, wat het financiële betreft is het dan ook goedkoper voor de ouders. Want um, de meeste ouders hebben hier bij mij op school uh, meer dan drie uh, kinderen binnen de school. Dus dan is het zo ook goedkoper voor ze. wat ze moesten betalen op zo'n bootritje. Ja. En hoe lang was dat al uh, voor dat oplas? Jaren. Op jaren verduurt. Op jaren verduurt. En dat je moet denken, het is um, het heen en weer dus komen naar school en terug. Is het, dat kost het toch wel waar voor de ouders. Ja. Zijn er andere zaken in de buurt die volgens u voor de leerlingen ook moeten opgelost moeten worden? Um, ja, het schoolvervoer. De leerlingen wonen heel ver. Um, en uh, het is toch wel een eentje om de school te bereiken en, en terug. Dus um, als schoolvervoer ook beter is dan, dan het is ook zo een gemak voor onze leerlingen. Als ze zien een boodschap of aan Staatsolie NV? Nou, Staatsolie doet een hele goede job voor onze leerlingen. En ook natuurlijk voor de samenleving. Mijn dank is naar het staatsen. Hartelijk dank. We zullen dan enkele leerlingen interviewen. Alsjeblieft. Ja, wat vind je van die nieuwe brug die is aangelegd over het kanaal? Ik voel heel prettig dat ze een nieuwe brug voor hebben gemaakt. Maar hoe erg was die oude brug? Nee, het was zo erg dat we zo kunnen lopen. Maar die gaan we echt goed lopen. Ik heb gehoord dat kinderen zelfs vielen van die brug, is het waar? Ja. Wat vind je van die nieuwe? de is wel goed omdat. omdat... We hoeven niet meer op die brug anders te lopen. Omdat je daar is wel goed. Daarom is het om, de, de, om die te lopen. En dankjewel. De meisjes waren En we pas dat ook. Dankjewel. Zo. So, ik vind het heel prima. Heel mooi. Want uh, in feite. Ja. Juist. Beter voor onze kinderen. Onze kinderen die, die daar gebruik van maken. Dus dat is prima. Want het, het was geen mooie brug, of het was te gevaarlijk, laat maar zo zeggen, toen. Dus dat, dat is, dat is geweldig, vind ik geweldig. Nou, ik vind het een, uh, een heel mooi initiatief, want ik heb begrepen dat een, tenminste leerlingen vaker een uh, ongelukjes kregen, ouders waren bang. En een, uh, we hebben veel kinderen die dus gebruik maken van die brug. Het is voor hun makkelijker om naar de school te komen, aan die grote omweg. Dus uh, ik vind het een heel mooi initiatief, ja. Heel mooi. En hoe erg was die situatie? Want we hebben vernomen dat kinderen zelfs uh, vielen, leerlingen zelfs vielen in, in het kanaal. Ja, dus is, ik heb begrepen dat die dat er losse planken waren. Het gaat om kleintjes. Toh, dus hoe, hoe voorzichtig kunnen ze zijn? Toh, als iets kapot is, kunnen ze echt niet gaan, voorzichtig, voorzichtig gaan lopen. Er, maar het, ja, het is daar gewoon. Beter gaan werken, beter gaan opletten. Maar hoe, 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 hoe beter kan je opletten? Ik moet wel even eerlijk zeggen. Ik kan, um, kan het niet specifiek aangeven hoe de situatie was. Maar ik, de, de, het feit dat mensen bezorgd zijn... laat zien dus dat er wel degelijk wat gaande is. Toch? Ik zou het ook eng vinden als mijn kind over een gammelbruggetje gaat... en het water in kan belanden. Ik neem aan, mijn kind zit op school en mijn kind bereikt de school niet. Dus een... Uh, Vanuit hoofden daarvan praat ik zelf daarover. Ja. Zijn er nog zaken die u graag gerealiseerd ziet voor de leerlingen van OS Mottens OS uh, Flora 1? Nou, um, ja, het is, het is een scala aan dingen, maar we zijn vooral de staatsolie heel erg dankbaar voor het feit dat zij ook voor onze toilettengroep gezorgd hebben. Het was voorheen niet zo een representatief. En nu hebben we een heel prachtige toilettegroep, eigenlijk twee toilettegroepen. Dus dat is een uh, ja, er zouden nog andere dingen zijn, maar goed, gaandeweg weg zal de schoolleiding het lijstje voor jullie opsturen. Zo, so, één van de zaken is dat is is, is uh, wateroverlast wanneer het regent. dan ervaren we dat echt. Maar dan zelf hier is onder water, de dus hier is onder water en omdat die keer in het viswater water lopen. Om dan de schoot te bereiken. Dus dat is een van als Als het gaat om de buurt, dan is dat het. Ja, maar we er zullen wel meer zijn, maar deze is een van die ik echt nu uit de hoofd ken en kan aangeven. Heeft u ten aanzien van de Voetgangersbrug nog een uh, boodschap of dankwoord aan Staatsolie nv Nou, ik wil Staatsolie bedanken, handelijk bedanken, want ja, dat ding is al jaren zo. Uiteindelijk zijn zij dan degene die het dat, die dat hebben aangepakt. En het is prima. Gaan jullie zo door? Ze hebben ook hier gewerkt aan onze uh, kwaliteitsgroep. Dus ja, ik waarschijnlijk de ze, 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 ze bezig met een hele uh, 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 mooie job. En laten ze zo doorgaan. Zo heeft u het gehoord van het schoolhoofd, enkele leerkrachten en enkele leerlingen van OS Flora 1 over de nieuwe voetgangersbrug. Dat is aangelegd door de Staatsolie NV. Hiermee zijn we ook aan het eind gekomen van deze aflevering van Stranatori. Bedankt voor het kijken. Heeft u een orde dat u via ons wilt belichten? Stuur dan gerust een app naar het nummer 8485816. En vergeet niet onze socials te volgen. Stranatori. Snel, scherp, altijd bij de tijd.